Oh, ik kijk, hoe stom is hem? Ik vind hem wel mooi. Nou ja, mooi. Lange nek. Dit is namelijk een tuiger. Ja, ik maak alles zou Max maar vier benen heeft. Maar net de zebra heb ik niet gehad. Maar verder, ja, de meeste dingen gehad wel. Maar zo'n saaie keer, maar die kan ook bokken als een pony. Maar het is een tuiger. Hij heeft wel een beetje doorgezakte rug. Dus eigenlijk kan je het niet afvallen. Wat is het dan eigenlijk wel bijzonder van Gert dat hij de diagnose eigenlijk binnen een paar seconden kan stellen. Dit is een zus en zo type paard. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom hij dit werk zo makkelijk kan doen. Tenminste, dat lijkt voor u misschien zo. Gert heeft eigenlijk alleen maar een hekel aan paarden die achterover gaan. Verder voor de rest maakt het er niet zo heel veel uit wat hij op stal krijgt. En natuurlijk paarden die achterover gaan komen ook nog Gert. Maar het zijn wel de minst leuke klusjes. Dus ik ga bokken ook nog. Ik zeg, je gaat afvallen, maar... Dat is leuk! Toch leuk? Oh my god! Ja, maar... Dit is gek! Dit is gek! Ho! Maar Gert, hij gaat wel voorwaarts. Ja, met voorwaarts. Een strakke rug. Hij heeft wel een mooie rug. Zo met dommen. Dat is goed. Oh, dat is spannend. Het is gauw over. Het is gauw over. Kun je zien dat het moeilijk de bochten lopen? Het is strak in het lichaam. Vallen het een stuk. Dat is niet een mooie draf. Je wil niet inbouwen, dat wordt beter. Er zit nog een draaf in binnen. Maar dat heb je de kant zo, die de linker voorbeeld. Die maakt niet spannend. Dus dat is puur spanning. Dan maak ik een beetje ontspannen van. Dat is een keer draven. Die wordt beter. Die maakt het pas op gelijk. Beetje onzeker. Jaan was die tweede. Die was gewoon een kijkje aan en denk ik kom erop en betalen en slaat. Maar deze stap gezien. Beetje allemaal de beetje vreemd allemaal. En kijk naar het publiek allemaal. Ja. Pietje, ik kan het niet aanpellen. Misschien is hij nog spannend. Ja, Pietje is zelf een keer klaar. En dan moet je toch een keer opbrengen om met spelen en aandacht bij mij krijgen. Achteruit. Achteruit is spannend. Je mag terug, nog je mag terug. Kom, terug, sneller. Oh. Piet heeft een reden waarom je dat doet, hè? Ja, om spannend te hebben op de voorkant. Dat ik zeker weet dat het niet achteruit vliegt. Dat hij niet achterover gaat, bedoel je? Ja, als je nog zo'n spanning. Er staat te veel spanning op. En als je een paard achteraan laat lopen, dan is in ieder geval een gedeelte van de spanning eraf. Zie. Hans kan pakken voor. Toch, gevoel was toch goed. De eerste keer. Ik ga daar niet op zitten. Ga opstaan en ga ik nog lopen. Maar het is een paar zinnen gelijk, en je gaat achterover, leg ik eronder. Dus ik ga dus anders rijden, maar dit is wel voor naar voren lopen. Ik ga opstaan en probeer het naar voren te krijgen. Maar meneer zegt, we wisten het eigenlijk wel dat dit ook zou kunnen gebeuren. Ja. Kom, stappen. Kom, stappen. Kom. Je ziet ook, dat is een gevaarpunt, hè? Kun je zien? Hij zet de voorbeen strak naar voren toe. Liggen strak, dan moet je naar noord gaan zitten. Het paard kan, de kans dat hij zo strak is, zo snel achterover gaan, kom je niet meer af. En je brengt het echt waar. Eigenlijk hadden we bij de tweede paard het gevoel van, nou is het wel verstandig om daar gelijk op te gaan zitten. En dit paard lijkt naar verhouding rustiger. Kom, voort. Terwijl Gert het gewoon vele malen gevaarlijker vindt. Voort, hey. Kom. Naar voren, geef me een tik mee. Naar de voorkant, kom. Naar voren, mooi. Naar hier. Oh. Hoog, voort. Ga zitten. Voort. Mag ik u vragen wat de reden is waarom u die paard aan de zadel wil? Nou, naar voren. Naar voren. Naar voren.
geen paard. Zijn nog een paar hier. Maar paard, nooit had paard. Twee of drie. Nooit had paard. Jan Modell is werkgever. En die zit altijd bij mij, wij doen dat vaak samen. Dus Jan Modell is heel lang, hè? Dat is nodig. Dus, volgens mij zet ik het neer. En dan zien we wel hoe het wordt. Kom, voort. 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 Hij hoeft dus helemaal zo mooi, zeg maar. Dit is goed. De volgende, hè? Als het kan. Van Pillen. Hij komt Pillen. Nou, wordt beter. Nou, kom, ik ga hem verschillen. Echt niemand eruit, dat scheelt. Pittig zit. Zit. Kom, met een voort. Voort. Hé, kom op. Voort. Oh, braaf. Ik weet wat hij doet, hoor. Ik zag al gaan zitten. Ik zie niet wat schipstroom, maar... Kijk. Oké, ja. Nee. Haha. Oh. Bert is. Kijk, veel mensen. Oh. En die jongens, moet je ook maar voor je geld of niet? Dat is wel een deal. Shit, jongen. Wat zou het voor mij doen? Shit, jongen. Centimeter onder de rit, man. Klaar. Klaar. Oh. Kijk, zit er, jongens. Het is net als een nieuwe nieuws. Ik ga het leuk, jongen. Ja, ik moet zeggen wel niet stil gaan staan. U begrijpt natuurlijk, als een paard stil gaat staan, krijg je nog meer kansen om wat te gaan bedenken om eruit te krijgen. Niet boos worden. Niet boos worden. Niks mag krijgen. Ja, kom maar. Ja, dit kan dus ook gebeuren. Klein stukje rodeo ertussen. Kent, volgens mij ben je wel heel blij dat dit rodeo eraf gaan kwam. Ja, hoor je ervan, hoor. Als je hier willen stilstaan, zo'n paard stilstaan. Maar dit paard moet echt niet stilstaan. Kus je een paard ligt. Ja, ik weet niet wat het morgen over is, hoor. Hier staat een paard, ja. Ik sta met paard in de bak, we staan er goed. Zeg maar, ik ben eigenlijk achterover gegaan. En ik wist niks van het paard. Dus ja, ik heb toch gelijk. We kunnen houden zien van het paard. Dan kijk achteruit, hoofd hoog. En ik hoop spanning op. Pas op. Oh, zit je maar. Voor normaal mensen die gaan plezier rijden, is het gevaarlijk. Je moet zo oppassen. En ik ben stilstaan, ik ga achterover, ik denk eronder, ben je gewoon kapot. Of Amazone voor het paard wat je op dat moment hebt. Dat zien we heel vaak bij ons thuis verschijnen. Dat het paard gewoon te veel kwaliteit heeft. Of dat jij kwaliteit hebt en dat het een gewoon, zeg maar met respect, een manegeknal is. In dit geval is er geen goede combinatie mogelijk. Oh, graaf hè? Oh. Hoi. Hoi, hier. Zijn sowieso best wel. Zo. Dat wel weten hoor. Super. Kita. Hartgedeeld. Hey.